Daar zijn we weer met een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Yes, klik op dat duimpje omhoog. Oh, 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 wat gaan we ongelooflijk snel met die abonneetjes. Ik mag vandaag letterlijk alweer iemand op de Wall of Fame zetten. Het is gewoon bijna elke aflevering. Ik zet natuurlijk om de 5000 abonnees weer één iemand op de Wall of Fame. En we hebben de 90k abonnees al aangetikt. Het gaat zo belachelijk snel. Dus ik zet er vandaag gewoon een nieuw persoon op. Olivier Salembier. Oké, leuke naam. Duimpje voor jou. Olivier, die komt er namelijk dit. Tip voor de cobblestone 1. Harm, je kan een gevangenis ermee maken, een kasteel en een mijn. Doe je best. Nou, dankjewel. Ja, ik wilde iets doen met al die cobblestone die ik had. En in principe vond ik dit een matige comment. Maar dat derde puntje, die bracht me op een idee. Een mijn is best wel een leuk idee. En niet zomaar een mijngang. Nee, echt een mijn naar beneden. Vandaag wil ik een heel groot gat naar beneden gaan graven. Die heel breed is. En dan ga ik de wanden opvullen met cobblestone. En ik weet er niet precies wat ik ermee ga doen. Maar je kan er echt super veel leuke dingen mee verzinnen. Je kan bijvoorbeeld villages eronder in laten werken. Je kan een minecart systeem gaan maken. Je kan een geheime opslag maken. Je kan er zoveel mee. Dus dat is ook gelijk de vraag aan jullie. Wat moet ik daarmee gaan doen? Laat het even weten in de comments. Ik ga het eerst allemaal even uitgraven. En dan zien jullie wel wat de bedoeling daarvan is. Abonneer allemaal even op mijn kanaal. Want misschien zitten we nu inmiddels op de 95k. Dan moet er gelijk nog een persoon op de Wall of Fame. Bij de 95k komt er dus een nieuwe persoon. En vanaf de 100k ga ik elke aflevering weer een nieuwe persoon erop zetten. Hoe gaat het trouwens met mijn villagers? Nee, dat ga je toch niet menen. Oh, ik heb er wel eentje. Ik heb wel één zo'n ijsbaby. Oké, en de rest is allemaal normaal. Die kat wordt helemaal gek trouwens. Heb ik vis bij me? Nee, ik heb geen vis bij me. Ja, ik vind het heel erg gek. Ik denk dat dat komt omdat ze steeds hier gaan paren. En hier is het verkeerd gebied, zeg maar. Dit is blijkbaar geen ijsgebied. Oh, er zit hier een skeleton. Oké, die ga ik even gaan afmaken. Let's go. Zo, oké, ik ga de town wel iets meer hierheen zetten. En ik denk dat ze dan veel meer hier gaan staan. En de kans is dan ook heel erg groot dat ze hier gaan paren en dus ijsbabies krijgen. Want die ijsbabies die wil ik hebben, want die vind ik mooi. Zo, de workstations, die verplaats ik ook even. Oh, nee, ik heb het gesloopt. Woepsie. Even weer repareren. Zo, oké, dan zet ik deze hier ook even neer, zodat ze hier dus gaan werken. Helemaal top. Zitten hier toevallig ook al villagers in. Nou, zo, kijk eens aan. Ik heb al 2, joh. Oh, 3 zelfs. Wat? Oké, dit is echt belachelijk snel gegaan. Dat is pittig nice. We hebben nu inmiddels dus al iets van 8 villagers of zo, of 7. Nou, dat is hartstikke mooi. Daar ben ik helemaal blij mee. Oké, ik ben even naar home geteleporteerd en ik ga nu even een plekje aanwijzen waar ik het grote gat ga graven. Ja, ik zat te denken aan hier. Een beetje bij dat meer. Ik vind het wel een leuk plekje. Misschien een beetje aangrenzend aan het water. Ik denk wel dat dat vet is. Ja, ik wilde eigenlijk mijn cobblestone ergens aan op gaan maken. Maar als ik een gang naar beneden ga graven, dan krijg ik ook wel vet van nieuwe cobblestone erbij. Dus in principe is dat denk ik niet echt nodig. Ah, skeleton, sterf. Oké, die is dood. Hier zit er ook eentje. Die ga ik even gauw afknallen. Zo, hoppakee, ga dood. Nice. Ja, ik moet even het water hier weg gaan halen. Dus laten we dat gelijk even doen. Ik heb helaas alleen geen blokken bij me. Dat is wel een beetje vervelend. Dus we tellen. Teleporteren we even terug. Ik haal gauw even wat blokjes op. Even een stekje cobblestone. En dan spring ik even lekker naar beneden. Hoppakee. En dan gaan we dit meertje even lekker vullen. Nou, let's go. Ja, wat ik eigenlijk even zou moeten doen is hier een soort van beacon neerzetten. Want dan kan je veel sneller gaan minen. En ik zie heel veel mensen die strategie toepassen. Dus eigenlijk wil ik dat wel even uitproberen. Heb ik hier nog iron blocks. Hartstikke mooi. Die nemen we even lekker mee. En dan pak ik deze beacon hier even. Hey, wacht. Die werkt ook niet eens meer. Wat? Wat is dit? Oh, wacht. Hij werkt wel. Maar hij werkt alleen nog maar met speed. Dat vind ik heel erg raar. Ik had 2 dingen volgens mij. Maar goed, we halen hem even weg. Oh, wacht. Kan dat wel met mijn pickaxe? Ja, toch. Dit kan toch gewoon? Of sloop ik hem nu? Ik weet het niet. Toch? Wat? Huh? Oh ja, ik schrok al. Oké, top. Ik heb hem te pakken. Heel erg nice. Nou, ik zet het glas hier wel gauw even hier neer. Dat pak ik later wel even op. Oké, nou, laten we de beacon gelijk even gaan bouwen. Maar ik moet eerst even een soort van gebied gaan selecteren van wat het gat gaat worden. Dat is wel even slim, denk ik. Dus laten we gelijk beginnen met het graven. Wil ik hem echt precies aan het water? Nee, niet helemaal. Oké, weet je wat? We bouwen hem mooi even hier. Zo, dan gaan we hier even mooi omheen graven. Het moet wel echt precies een soort van rondje gaan worden. Dat is wel de bedoeling. Even kijken of dit een beetje vet eruit ziet. Zo 2 en dan weer 1. Oké, dit gat is wel echt heel erg groot. Maar dat is wel vet hoor. Het is wel heel erg vet. Ik denk wel dat ik hem iets meer ga verplaatsen. Iets meer naar links. Ja, dat moet ik absoluut doen. Hij kan veel meer naar links. Dus ik ga dit gelijk weer even dichtbouwen. Want dit klopt niet. Nee, dit klopt niet. Oh, joh. Wat is dit een gepuzzel zeg. Ongelooflijk. Ik wil gewoon een soort van gat graven. En het lukt gewoon niet. Ik zit hier de hele tijd te kijken. Doe ik het wel goed? Is dit een mooi rondje? Eigenlijk moet hij hier 3 breed. En dan hier moet hij, dan gaat hij dan een beetje de berg in. Maar ik weet niet of dat vet is. Dat is een beetje gek.
gek natuurlijk. Oké, weet je wat? Ik haal dit gewoon lekker weg. We gaan het gewoon lekker zo doen. Dan maar deels de berg in. Lekker boeien. Oké, deze boom moet ook even weg. Want die staat helemaal in de weg. Hè, ga weg. Hup. Even kijken. Dan moet ik een stukje hier de berg in. En dan heb ik bijna een rondje compleet. En het is inmiddels ook alweer bijna nacht. Zo snel is het gegaan. Maar het klopt nu. Yes, we hebben een perfect mooi rondje. Dit ga ik even uitgraven. Ja, het ziet er nog een beetje gek uit. Je hebt ook niet echt het idee dat dit een rondje is. Maar het is een rondje, jongens. Het is een rondje. Kijk, het is wel echt belachelijk groot. Dit is zo groot, dit. Daarom wil ik ook zo graag een beacon hier neer gaan zetten. Omdat het, ja, anders ben ik er zo lang mee bezig. En een beacon, joh, dan gaat het zo snel. Kijk, sowieso het dirt nu is heel makkelijk om weg te halen. Dat is ook het probleem niet. Oké. Helemaal top. Het is inmiddels weer dag en de eerste laag is weg. En ja, je ziet er wel een rondje. En het is echt een perfect rondje. Nu gaan we gelijk even de beacon bouwen. Oké, dat ga ik gewoon een beetje in het midden doen. Ik denk dat... Oh, wacht. Dit is het midden niet. Nope, dit is het midden niet. Kijk, ik heb het idee dat ik veel meer iron blocks nodig heb hiervoor. Nu heb ik een tweelaagse beacon. Ik wil eigenlijk wel een drielaagse beacon hebben. Want als ik hem hier nu opzet, even kijken wat er dan gebeurt hoor. Oh, hij doet het al wel. Super chill. En kijk, en dit heb ik dus nodig. Ik heb haste nodig. Haste 2. Oh, ik heb nu al... Wat? Oké, dit werkt. Dit werkt. Super chill. Oké, nice. Haste 2. Ja, dat is het gelijk het hoogste. Dus super chill. Nu moet ik er alleen nog even wat iron in gaan gooien. En dan doet hij het gewoon. Dus laten we gelijk even een irontje hierin pleuren. Nice. En ik wil die wil ik hebben. Kom maar door. Nice. En nu kan ik als het goed is vet, hard en snel gaan minen. En dat wordt steeds weer gereset zoals jullie zien. Dus dat is echt nice. Als ik er nog een laag onder doe, dan werkt het volgens mij wel wat langer. Dus ik zou dat wel kunnen doen. We kunnen het wel even checken hoor. Even kijken of dat werkt. Yep. We gaan er even mooi omheen. Yes. Oh jongen, ik mijn volgens mij nog veel sneller heb ik het idee nu. Yeah, there we go. Hoppakee. Nice. Okay, we doen er nog mooi even een laagje onder. Dit vullen we even mooi op. Ik denk dat ik net niet genoeg blokken heb. Nope, ik moet even wat blokken erbij halen. Oké, ik heb er even een stekkie bij. En dat gaan we hier even omheen gooien. Oké, als het goed is kan ik hem nu... Of is hij al verlengd? Of nee, volgens mij was hij zo net ook al 15 seconden. Wordt hij wel langer? Ik weet dat niet eens. Of krijg je gewoon strength erbij? Want even kijken, volgens mij krijg je met één laag krijg je al haste. Oh. En secondary power? Ja, dan moet je hem volledig hebben. Ik weet ook niet precies hoe het zit hoor. Ik activeer hem even opnieuw. Ja, het is niet langer nu. Nee, het is even lang. Dus als het goed is heeft het helemaal geen zin. Oké, nou dan gaan we gewoon lekker zo beginnen. We gaan nu lekker minen. We gaan lekker naar beneden graven. Let's go. Ik heb er zin in. En als we steeds die haste willen pakken. Kijk, we zijn sowieso heel dicht bij de beacon nu. Dus we kunnen heel lang die beacon gebruiken. Ik moet wel heel vaak reloggen. Omdat het, dit minen gaat zo snel dat gewoon sommige bloks geglitcht zijn. Ik moet ook even dubbele kisten gaan maken trouwens. Want die kan ik wel gebruiken. Nou, dat is al de tweede keer dat ik relog. Oké, nice. En we zijn nu al bijna op de steenlaag. Super chill. Nou, ik ga dit allemaal even lekker weghalen. Oh, mijn inventory zit nu al vol. Oké. Ja, ik ga sowieso allemaal troep dumpen. Want ik heb zoveel onzin bij me. Zoals bijvoorbeeld dit. En dit is onzin. Dit is onzin. Dit is onzin. Dit kan weg. Dit kan weg. Oké, laten we dan gelijk even beginnen met die kisten. Ik denk dat ik ook even bovenaan een home ga zetten. Zodat ik steeds heel makkelijk naar boven en naar beneden kan. Het scheelt ook enorm veel tijd. Oké, even vier kisten zo. Toink, toink. Toink, toink. Set home. En dan doe ik wel mine of zo erbij. Yes. Zoals ik nu home mine doe. Ja, dan ben ik hier. Helemaal top. Ik ga even de randjes mooi afwerken. En nice. Yo, ik vind die haste trouwens wel meevallen. Is het niet haste 2? Ik moet haste 2 hebben volgens mij. Ik denk dat... Hé, maar hier stond toch al haste 2? Oh, wacht eens even. Heb ik wel iets goed gedaan? Of moet ik er nog een laag onder doen? Want dit is even kijken. 1, 2, 3. Dit zijn 4 lagen. Want ik hak nu niet instant. En ik zou instant moeten hakken volgens mij. Ik hak volgens mij helemaal niet sneller. Naar mijn mening. Nee, dat valt echt wel mee. Dus even koekelen. Ik denk dat ik nog even een extra laagje erbij moet proberen. Dan toch wel. Laten we het gewoon even proberen. Check dit gespam, man. Dit is echt insane. Ja, ik zit weer vast. Oké, dit vullen we mooi even op. Ik heb denk ik nog een stackie nodig. Oh, dit is zo duur om dit te bouwen. Dit slaat nergens op. Oh, joh, die stacks die vliegen op zo. Dit slaat nergens meer op, man. Ik ben helemaal klaar mee. Hey, wandering trader. Oh, ja, die Nautilus cells die heb ik nodig. Die heb ik 100% nodig. Oké. Gauw emeralds halen. Deze is nieuw. Ik wacht al zo lang op een trader die dat verkoopt. En nu ga ik het dan eindelijk kopen. Oké, ik ga er ook gelijk heel veel kopen trouwens. Even 32 blokken. Boink. Oh, dit gaat fout. Even kijken. Even wat droppen. Waar is hij? Waar is hij? Ik ben hem alweer kwijt. Oh, hier loopt hij. Nice. Oké, kom maar hier. En dan koop ik er even heel veel. Zo. Oh, hij is uitverkocht. Hoe lang duurt dat voordat het weer reset? Ik heb er nu in principe al genoeg volgens mij voor zo'n Heart of the Sea. Ik weet niet hoe lang het duurt eigenlijk. Of is dat per dag of zo? Ik denk wel dat het even gaat duren. Ik heb er in ieder geval 5 bij te pakken. Volgens mij heb ik er 8 nodig. Dus ik heb nu denk ik precies genoeg. Dat is chill. Oh ja, kisten vullen. Laten we dat ook gelijk even doen. Hoppakee. Deze kist gaat even helemaal vol met sand en dirt. En hier gooi ik mooi de cobblestone even in. Nou, even een extra laagje eromheen natuurlijk. Als het goed is, hoort hij deze laag nu ook te pakken gelijk. Oké, ik hak hem wel even weg voor de zekerheid. Even opnieuw plaatsen dit ding. En dan hoop ik dat alles werkt. Kijk, plaatsen. Nice. En als het goed is, moet ik nu wel echt haste 2 krijgen. Right? Ik denk dat dit nu wel moet werken. Ja, haste 2. Toink. Oké.
Ik weet niet of dit werkt. Ik hoop het wel. Ja, er staat nu Haze 2. En hij is iets langer. Ja, ja, oké. Volgens mij is hij 20 seconden. Oh, nee, 16 seconden. Is dit instant? Nou, ja. Ja, ja. Kijk dan, het is gewoon instant. Dit is zo chill. Je kan zo snel nu naar beneden graven. Dit, laat ik het zo zeggen, dit is nog sneller dan met game mode hakken. Dit is oprecht snel, want met game mode moet je steeds tikken. En dit is gewoon, kijk hoe snel dat gaat. In game mode gaat het niet eens zo snel. De blokken glitchen zelfs gewoon. You kidding me? Oh, wat is dit nice. Dat was echt een heel goed idee. Als ik die beacon hier niet neer had gezet, oh, dan was, het, nou, was ik zo lang niet meer bezig. Dit scheelt zoveel tijd. Kijk, ik ga eerst de randen nog even goed naar beneden werken. Eerst moet al de dirt even weg, want de dirt is heel erg vervelend. Oh, ik moet de hele tijd reloggen, omdat het steeds zo'n blok geglitcht is, omdat dat zo snel gaat natuurlijk. Nou, volgens mij is alle dirt bijna weg. Oké, ik heb een beetje de rand gesloopt. Het valt eigenlijk best wel mee hoe erg het in de berg zit. Het loopt best wel mooi over in die berg eigenlijk, dus ik vind het juist heel chill dit. Oké, wat een insane project. En waarvoor? Ik weet niet eens wat ik hiermee ga doen. Het gaat wel heel vet worden, dat is één ding wat ik zeker weet. Maar... Eén blokje naar beneden en ik ben nu alweer geglitcht. Dude, doe normaal. Oké, nou, even zo. Let's go. Ik ga gelijk weer alles weghakken hier. Oh, we zitten gelijk bij een cave. Dat is aan de ene kant chill, maar aan de andere kant ook weer niet. Want er zit water in zo te zien. En kijk hoe snel ik mijn. Dus ik kan overal zo erheen, joh. Ik moet wel heel goed in de gaten houden dat mijn pickaxe niet stuk gaat. Want dat gaat nu zo makkelijk, heb ik het idee. En aan de binnenkant hier ga ik trouwens een cobblestone laag doen. Dus dat komt hier zo mooi. En hier dus ook. Dus dat moet mooi even blijven. Ik kan het nu al gauw even doen aan elke rand. Een mooie cobblestone laag. Oké, ik krijg nu nog mooi geen damage, dus dat kan nu nog heel mooi even. Mocht ik een foutje gemaakt hebben in de cirkel, dan kan ik er nu nog heel makkelijk achter komen. Dus vandaar dat ik deze laagje even aan de binnenkant plaats. Oké, nou, ik pak even een nieuw stekje cobblestone erbij en dan vul ik het laatste gedeelte nog even op. En dit is de cirkel dan. Nou, het ziet er goed uit. Ik zie zo snel geen foutjes. Ik ga het gewoon nog één keer nalopen om te kijken of het klopt. Ja hoor, zo te zien klopt het gewoon helemaal. Hier klopt het mooi. Huh! Nice. Ook hier klopt het. Ja hoor, helemaal top. Ik hoor een spin, ik hoor een spin. Ah, een spin. Nee, ga dood jij. En hij is dood denk ik, of niet? Ja, oké, dood. Ja, ik moet wel even een slimme manier vinden om dit allemaal weg te minen. Want bij die randen wegmijnen is heel vervelend. Wat ik zou kunnen doen, ik kan helemaal gelijk naar beneden gaan minen. En dan omhoog teleporteren. Ja, teleporteren mag, dat mag ik gewoon doen, dat is niet cheaten. Dus dat is denk ik best slim. Zullen we dat gewoon gelijk even doen? Laten we dat gewoon even doen. En dan, oh wacht, nee, we bouwen gewoon omhoog. Want we moeten sowieso omhoog bouwen. Dus dat gaan we even doen. Die haze gaat zo meteen wel weg, dat is wel heel vervelend. En ik zie helemaal niks, dus ik moet gauw even minen. Ik kan nog mooi met die haze minen, let's go. Als ik in lava val, dan heb ik heel veel pech, maar we gaan gewoon recht naar beneden. Let's go, let's go. En ja, we zijn bij bedrock. Helemaal top. Nou, dan ga ik nu gelijk omhoog bouwen. Deze strategie werkt echt perfect. Dit gaan we gewoon mooi even doen. Ik heb nu namelijk nog steeds die haze. Dus echt binnen 15 seconden of binnen 10 seconden ben ik al op bedrock laag. Dus dat is helemaal top. Oké, en ik ben weer boven. Ik kan misschien ook al 2 lagen in 1 keer doen. Zullen we dat even proberen? Oké, we gaan het even proberen zo. Oh, dit gaat best nice. Dit gaat best nice. Kijk eens aan. Oh, ja hoor. Ik ben geglitcht. En dan gaan we weer. Let's go, let's go, let's go. Oh, het gaat soms iets te snel. Gaat soms iets te snel. En we zijn op bedrock laag. En ik heb nog steeds mijn haze. Oh, dit is echt insane. Dit werkt zo goed, dit. Oké, nu dit allemaal mooi even opvullen. Zo, die laag is klaar. Oh, ik ben hier wel lang mee bezig. Hoor, je zit echt ongelooflijk veel tijd in. Vooral die bugs, die zijn zo irritant dat ik soms blijf hangen. Dat is echt een ziek nadeel. Wat nou als ik gewoon met deze mine? Ik denk dat het nu niet gaat gebeuren. Maar nu mine ik ook een stuk slomer. Dus dat merk ik wel echt, dat verschil. Zo, nou, alles berg ik mooi even op in deze kisten hier. Even kijken. Ja, hier pleur ik dus gewoon alles in. Ook de iron, even koekeloeren, de sticks. Deze bovenste kist is al lekker aan het vol raken. Deze kist is lekker bezig. En we duiken er gewoon weer lekker in hoor, ja hoor. Ik spring even lekker in het water. En dit water hier is wel heel na trouwens. Dit is heel erg vervelend. Ik weet niet hoe we dit even moeten fixen. Ik moet het gewoon denk ik allemaal dicht gaan bouwen. Dus graaf ik even wat verder. En dan denk ik gewoon dat we even een muur hier gaan bouwen. Zodat dit stuk even goed afgebakend kan worden. Bra, 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 bra. Lekker, lekker, lekker. We zijn echt heel lekker bezig. Ik ga zo meteen die pickaxe repareren. Dat moet ik echt niet vergeten. Ik zeg het nu wel de hele tijd, maar ik ga het zo echt vergeten hoor. En dan breekt hij en dan ben ik hem kwijt. En dat zou echt super zonde zijn. Kijk, het water die heb ik mooi weggehaald. En ja, we schieten nu lekker op. Hier ben ik wel echt heel blij mee. Ik denk dat dit een beetje de goede strategie is. Gewoon dit lekker allemaal wegspammen. Oh, wacht, mijn haze is weg of niet? Oh, nee, het is er weer. Al dat dirt nog weghalen wat hier nog zit, want er zit nog aardig wat. Allemaal lekker wegspammen, zo. Daar gaan we. We zijn heerlijk bezig. Wat zit hier nou weer? Oh, soms komt echt een zwart gat. En denk, wat is dit? Komt waarschijnlijk omdat ik zo snel mijn dat hij gewoon die. Kijk hier, dan update hij die blokken gewoon niet zo snel. Kijk, ik ga denk ik wel die beacon zo even wat naar beneden plaatsen. Anders moet ik steeds omhoog springen of net even iets omhoog. Ik denk dat het makkelijker is dat ik hem snel even verplaats of zo. Ik denk dat het een stuk makkelijker is. Ik zit de hele tijd vast. Ik kan mijn inventory ook alweer bijna legen. Die zit zo snel weer vol. Dit is echt insane. Ja, oké. Okay. Oh, we graven zo snel naar beneden, joh. Ik dacht echt dat ik hier uren mee bezig zou zijn. Maar ik denk dat het best nog wel snel klaar kan zijn. So that's really nice. Yes, yes. Bra, 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 bra.
Hoppakee, hoppakee. Nice. Ik heb niet echt een strategie. Ik mijn gewoon en ik denk dat dit wel gewoon lekker gaat. Die gaat gewoon hartstikke mooi. Nu moet ik echt oppassen. Nu is hij echt al in het rood met pickaxe. En mijn inventory zit vol, ja hoor. Dus laten we alles even gaan dumpen hier in deze kist. Heb ik nog wat dirt? Ja hoor, hier komt de iron in. De andesite, de diorite en de granite. Kijk eens even hoe ver we al zijn. We zijn echt super lekker bezig. Ik ga even nu mijn pickaxe repairen. Oké, ik vorm het even allemaal om. En dan gaan we even zoveel mogelijk... Oh, ik moet wel de pickaxe natuurlijk vasthouden. Dat is wel zo slim. Weg, vet dom ben ik weer bezig. Oké, eerst repair hij weer mijn arm. Dat is zo dom. Kom op, ik heb nu al heel veel trades gedaan. En hij... Wat doet hij nou? Ik wil geen XP hebben. Ik wil gewoon dat dit geleveld wordt, ja. Was het trouwens al die andere villagers. Oh, ze chillen hem hier gewoon. Zo, ik heb even weer een nieuw stack aan blocks gehaald. En dan gaan we weer. Let's go. Nou, snel even traden met de boys. Yo, wat duurt dit lang, man. Dit duurt echt verschrikkelijk lang. Kijk hoeveel emeralds ik inmiddels alweer heb. Echt mega veel. Come on. En yes, come on. Geef me de XP. Dankjewel. Ja, ik ben bang dat ik zometeen nog even die boeken trades moet doen. Die kans zit er dik in, want hij is nu voor de helft ongeveer vol. Omdat hij me ook steeds wat normaal XP geeft, wat ik eigenlijk niet wil. Ik heb het ook niet nodig, maar dat geeft hij me toch. Ja, ik zou hem ook gewoon kunnen repairen in de anvil. Dat zou ik ook kunnen doen, kost wat diamonds. Maar ik heb wel geduld. Ik ga zometeen wel even die boeken trades daar doen. Ja, ik stop er nu wel even mee. Anders maak ik ook wel heel veel iron op natuurlijk. Dat is ook niet de bedoeling. Gelukkig had ik nog flink wat boeken liggen. Dus even koekeloer. Ik ga gelijk alles verkopen wat ik heb. Oké, wie heeft die boeken trades allemaal voor mij? Yes, dankjewel. Even kijken. Yo, er zijn allemaal nieuwe hier of niet? Yep, er zijn heel veel nieuwe. What? Ik heb er niet zoveel meer over helaas. Daar baal ik wel van. Oh, ik moet natuurlijk wel mijn pickaxe vasthouden. Dat is super dom wat ik nu doe. Zo, hoeveel villetjes lopen hier wel niet? Dit is echt insane. Ja, misschien kan ik oprecht beter zo'n pickaxe gewoon helemaal stuk slaan. Want wat maakt het uit? Ik bedoel, Fortune 3 kan ik zo fixen. Mending heb ik, een breaking heb ik. En efficiency 5 is ook wel te doen. Dus dat kost wat meer levels. Maar ja, ik doe toch niks met mijn levels. En nu kost het en heel veel tijd. En het kost me best veel iron. En iron, ja, zoveel iron heb ik niet eens meer. Het valt best mee. Ja, dat gaat gewoon langzamerhand op allemaal. Zo, alle boeken en alle emeralds pleur ik hier even in. Ik ga het gewoon even repairen, joh. Anders duurt het echt veel te lang. Maar dan ga ik hem eerst weer even helemaal stuk slaan. Ik denk dat dat net iets beter is. Dus we gaan weer terug naar de mijn. Alright. En dan spring ik even mooi naar beneden. Hier zitten nog twee blokjes. Die gaan even weg. En zo. Deze rij gaat even weg. En dan gaan we weer. We gaan het hele ding weer kapot rammen. Hoppakee. Daar gaan we weer, hoor. Let's go. Ja, zo nu en dan ga ik gewoon even een gat naar beneden graven, net zoals ik hier heb gedaan. En dan vul ik het gewoon even helemaal aan met cobblestone. Dus dat ga ik nu ook even doen hier. En, oh, yo, diamond. Dude, ik vind hier gewoon een diamond. Oh, wat chill. Oh, dit is mega chill. Precies boven bedrock laag. Yo, dat ik dat net niet gezien heb trouwens, want hier heb ik al gebouwd. Yo, misschien vind ik daadwerkelijk wel meer diamonds. Hoe grappig zou dat zijn? That would be pretty funny, you know? Ja, ja, jongens, we zijn inmiddels echt enorm lekker bezig. Pickaxe houdt er nog aardig goed vol, maar zoveel dieper ben ik ook niet eens gekomen. Maar ik heb wel heel wat muren naar beneden. Tot helemaal tot de bedrock laag laten lopen nu. Dus daar ben ik echt lekker mee bezig. Volgens mij heb ik nu even kijken. Dit stuk al en dit stuk al tot hier helemaal naar beneden. Daar zit vooral echt het meeste werk in. Kijk, dit is best wel snel. Ik denk dat ik echt zo snel bedrock laag ben door puur gewoon dit te doen. Lekker om me heen spammen. Hé, hey, maakt toch allemaal niks meer uit. Kijk dit dan. Ik spam gewoon een beetje dom om mezelf heen. Ah, oké. Ik moet niet te diep hier gaan graven. Want anders kom ik er niet meer uit zo. Ik moet er wel even uitlopen nu. En ook even een beetje de zijkantjes meepakken. Dit is echt, dit blijft vervelend dit. Kijk, als ik naar beneden ga, dan krijg ik dit. En dan moet ik om me heen bouwen zo. En dan als het goed is, komt het blokje wel terug. En anders moet ik reloggen natuurlijk. Kijk, dit is nu wel een beetje irritant. Dat ik steeds bij die randjes zo net er langs moet. Dus ik had het misschien beter wat eerder naar beneden kunnen werken. Maar het moet alsnog zo wel lukken. Ik moet alleen heel goed de grens even aangeven. Maar kijk eens even aan, jongens. Dit ziet er al wel vet uit, hè. Deze kant is al helemaal naar beneden. Tot helemaal hier is hij nu al naar beneden. Dus ik ben nu precies op de helft wat dat betreft. En het gaat best wel snel eigenlijk. Alleen je moet in het begin goed even die randjes aangeven. En dan kan je gewoon letterlijk naar beneden spammen in principe. Oh, heb ik dit gezeik weer. Ik zit heel het vast in het laadscherm nu. Ik zat weer vast in een blok. En ik kan niet rejoinen. Dus ik moet een hele game opnieuw opstarten. Dude, you kidding me? Wat? Nee! Nee, ik ben de... Oh my god, dit ga je niet menen. Dit... Oh, ik ben doodgaan. Hoe ben ik nou weer doodgegaan? Waar is mijn spul? Ik ga er gauw heen. Oh mijn, let's go. Ik was dus recht naar beneden aan het gaan. Oh, dit ga je niet menen. Nee, mijn spul is weg. Ik ben waarschijnlijk ergens gesuffocate. Als mijn spul weg is en dan ben ik zo mad. Dit ga je niet menen. Nee, dit ga je niet menen. Ik zie het letterlijk nergens liggen. Ik zie het nergens liggen. Oké, nou, ik ben mijn spul kwijt. Jongens, ik vind het ook wel weer goed voor deze aflevering. Ik ga even offscreen mijn spul terughalen. Want dit slaat natuurlijk helemaal nergens op dat ik al mijn spul ineens kwijt ben. Ja, één tip. Als je dit ook wilt doen.
doen, gooi er geen efficiency 5 op. Want je zit zo vaak vast in blokken. De blokken glitchy hard. En blijkbaar kan je er ook in stikken. En ik ben er nu in gestikt. En mijn spul is weg. Want ik ben hier ergens gestikt. Ik zie mijn items niet meer. Dus ik ben alles kwijt. Dus ik moet alles weer terughalen. We zijn inmiddels al lekker ver. Dat al wel. Maar dit is zo'n zieke tegenvaller. Ik moet alles terughalen. Daar ben ik echt wel een uur mee bezig, hè. Nou, bedankt voor het kijken. In ieder geval, klik op het duimpje omhoog. Dit wordt een gigantisch groot project. We zijn lekker bezig. Ah, dit is wel even pijnlijk, hoor. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.